vinden, we zijn binnen. Ik ben op zoek naar een vinyl hard. Een vinyl kopie van Pomkarties. Flauw is in de dood. De vinyl versie uit 1989. Gewoon een beetje rondkijken. Misschien een paar aparte dingen nog meenemen. Wie zal het weten? En er is een beetje, dus misschien ook even kijken. Ja. Dank u. Deze heeft zelfs Eddie Wally bijstand. Amai. Ja, ik zoek dan eigenlijk nog een plaat van Kuipje en de Sneeuwstormen, weet je wel? De eerste, weet je wel? Groeten uit de Gollo. Maar ja, meestal wordt er ook de hoofdprijs voor gevraagd. Ga zoeken, hè? Dat is ook zo. Maar jij staat hier, maar dan kijk ik even naar de overkant, hè? Ja, is goed. Als mensen. Die budget cover, ja. Dat is wel een prijs verlaagd, zeg. 18 euro. Maar niet deze. Is de nephoes. Ik vind het wel een mooi contrast met Heintje zo. Springt er echt uit, ja. Dat is de andere zaal. De zaal. Deze was echt snel, hè? Deze service was echt snel, hè? Jij bestelt en ze hebben al gelijk eerst klaarstaan. En eigenlijk al meteen hetgene wat jij daarna... Hè? Bijzonder, hè? Maar je betaalt ook wel voor. Ja, ja. Kabel 6,50. Ja. Precies. Dit ritme vind ik dan op zich heel mooi. Ga ik me wel afvragen waar hij het uit heeft gehaald. Hè? Maar het is allemaal, ja, bouwer in, lenen, of nou ja, noem het maar wat je wilt doen. Het is heel wat anders dan 50 cent. Ja, dat wel. Maar goed. 50 cent is de beste rapper van alle tijden. Heeft hij die eretitel gekregen ooit? Huh? Heeft hij die eretitel gekregen? Eretitel? Ja. Is het toegekend of zo? Hij werd als de beste rapper van Nederland. Ja, ja. Dat is allemaal wel. Maar je hebt nog wat gekocht, hè? Ja, ik heb nog wat gekocht. Ja, mag ik het zien? Net heb ik zelf nog niks gekocht, dus ja, even draaien. Op de kop even draaien. Omdraaien. Ja, helemaal goed. Zelf op zijn kop, ja. Alleen die, ja. Ja, sticky fingers. Zeppa, ja, heb ik ook op plaat. Ja. Ik heb ze alle drie op plaat, hè. Deze hebben wij destijds nog gekregen, ik denk voor 25 gulden. Ze waren toen al heel duur, hè. 50 gulden meestal, hè, Chris. Ik zag niet voor 5 euro in, ja. Ik heb nog even naar de binnenkant gekeken hoe die CD er zelf uitziet. Daar zag ik er geen kastje te vinden. Dus, nee. Was ja, dan is het sowieso ja, redelijk, ja. Maar ik kijk wel tijd al of er een kras op zit. Kun je het beste doen, want er zou maar zo'n kras op zitten. Hè? Die, en dat die echt overslaat. Hè? Ja, dat riskeer ik met What is Love van de collectors, maar die deed het helemaal. Ja, dat had ik ook wel verwacht. Ja. Mooi, oké, bedankt. That was their claim to fame, although if you listen to the radio station, you'd know that probably about 2/3 of it was rap music and 1/3 was R&B music. But
close enough. So what was a significant record that caught your ear? Sailor. Oh yeah, Sailor, yeah, kind of know. Cartney met New York. Hoe dit vroeger altijd spelde? Hawkwind. Ja, weet je hoe dat uitsprak vroeger? Hoe dan? Hawkind. Hawkind. Ik sprak het altijd uit als Hawkind. Ja. Nou, die laatste W las ik niet. Ja? Ja. Zag ik daar nou stiekem dansen tussen staan? Welke plaat? Ja, deze. Ja. Bedoel je deze? Dat is met Inge Meesje, hè? Ah, die loopt hier ergens rond of zo. Stiekem dansen. Eigenlijk, als dan alle doen. Ja, als dan alle platen van Erik Meesje ertussen zouden zitten. Gewoon allemaal. Nee, maar. Marten en de Muffins, ja? Ja, maar dan moet je wel die. Ik heb wel de Ende van Della's, kan ik dan. Dan moet je wel de LP hebben waar een kaart staat. Ja. Van Toronto. En die Bay, die Ontario. Lake okay. Ontario staat er deels op. Maar wat voor stijl hebben we het hier over dan? Zeg? Welke stijl is dit? Het is New Wave stijl. Okay. Eind jaren 70, ja. Begin 80. Ja. Ja. Zal ze eens opzoeken dan. Dat album Metro Music staat Echo Beach. Ga even langs je heen dan. En het is tamelijk druk, niet heel extreem dik, maar. Oh. Shot van deze kant en de andere zaal flink uitgebreid deze keer. Hey, ik heb hem. Paul McCartney. En hier is de achterkant.